Goedendag. Deze maandag verloopt op veel plaatsen toch wel vrij regenachtig en ja, toch wel bitter koud. Met eh, toch wel relatief lage temperaturen en de hele dag door regen. Die paraplu is dan ook echt wel nodig. Maar in een deel van het land gaat die neerslag later vandaag over in natte sneeuw of sneeuwval. En dan zou het zomaar in het oosten van het land er later vanmiddag zo uitzien. We gaan het allemaal even in detail, bek detail bekijken. Als we Nederland even bijpakken met het harmoniemodel, dan zien we die regen van vandaag in een groot deel van het land ook mooi terug. Maar dat trekt een lage drukgebied met de kern eigenlijk recht of net ten zuiden over ons land heen. Ten zuiden daarvan zit vrij zachte lucht in Zeeland, maar ook in Brabant. Blijft de temperatuur grotendeels van de dag boven de 5 tot 8 graden. Maar ten noorden daarvan stroomt vanuit Duitsland ja, toch al vrij koude lucht het land binnen. En die temperatuur gaat eigenlijk zakken. En dan gaat die neerslag, vooral hier in het oosten van het land, langzaam over in sneeuw en natte sneeuw. En vanavond zou het dan in een groot deel van het binnenland enig tijd kunnen sneeuwen of nat sneeuwen. Nou, vooral het oosten van het land, maar ook de Veluwe, kunnen tijdelijk wit worden. Elders van het land verwacht ik toch dat het wel groen blijft, omdat de temperatuur toch te hoog is. Morgen is er weinig aan de hand, maar dan trekken er weer aan het eind van de dag een aantal buien vanaf de Noordzee het land binnen. En bij temperaturen die morgenavond snel wegzakken, zou het vooral landinwaarts tot wat sneeuw of ja, natte sneeuw kunnen komen. Misschien dat het in Groningen of in Drenthe, maar ook verder het land in, het zomaar morgenavond of in de nacht wit kan worden. Die sneeuwkansen zijn dan toch wel iets groter dan vandaag. Nou, we gaan nog even in detail kijken naar vanavond. Die wind draait dus overal naar het noordoosten om. En dan gaat die neerslag dus over in sneeuw of natte sneeuw. En vooral in het oosten van het land kan het dus wit worden. Ik verwacht toch wel een sneeuwdekje op de Sallandse Heuvelrug of op de Veluwe. Maar in het zuiden van het land zit nog altijd die iets zachtere lucht. Dat zien we ook aan de temperaturen terug. Maar uiteindelijk komt vannacht daar ook die koudere lucht binnen. En dan gaat het ook in de Limburgse heuvels enig tijd sneeuwen. Dus op een aantal plaatsen in het land wordt het wit. Ook trekken er een aantal opklaringen het land binnen. En dan kan de temperatuur hard wegzakken naar waarden rond of iets onder het vriespunt. Aan de kust blijft het iets zachter met een windje vanaf zee. Maar met drie of twee graden is het ook echt wel aan de frisse kant daar. Morgen is het dus vrij vriendelijk weer. Dat systeem is weggetrokken naar Duitsland. En de zon krijgen we regelmatig te zien. Al zijn er ook zeker wolkenvelden. Blijft overdag grotendeels droog. En de temperatuur stijgt naar 2 of 3 graden in het binnenland. Tot 4 in het zuiden of aan de kust. Dat zijn toch wel lage waarden voor eind november. Normaal ligt de middagtemperatuur nu zo rond een graad of 8. En we gaan nog even verder kijken. Nou, we zien dus dat lage drukgebied van vandaag mooi terug in ICON, het ICON-model. En dan zien we dus dat die koudere lucht erin komt, maar dat systeem trekt vrij snel door. En dan zien we dus morgen dat betere weer voor een deel van het land. Maar dus ook die nieuwe buienstoring met sneeuwbuien morgenavond en nacht. Ook de rest van de week blijft het aan de koude kant. Want lage drukgebieden trekken waarschijnlijk onder ons land door. En dan blijft die wind bij ons uit het oosten waaien, waardoor dus koude lucht het land kan blijven bereiken. Eerst zag het er naar uit dat het lage drukgebied hier op vrijdag ons land zou aandoen, maar in de nieuwste berekeningen blijft die onder ons land doorschuiven, waardoor we dus niet opnieuw met sneeuwval te maken krijgen, maar er zit nog wel enige onzekerheid in. Maar waarschijnlijk blijft het deze dagen toch droog en relatief koud. En dat zien we ook mooi terug in de meerdaagse. Temperatuur overdag zakt nog iets verder weg en vrijdag is het in het midden van het land nog maar 1 graad boven nul. In het oosten zou het zomaar eens een ijsdag kunnen worden. Ook in het weekend blijft de temperatuur relatief laag, met dus uh, enkele graden boven nul en s'nachts er iets onder. En als er dan weer eens neerslag valt, ja, dan kan het vooral in de vorm van sneeuw zijn of wat winterse neerslag. Tot de volgende keer!